Dank u wel voor de vragen en dan en de opmerkingen en aanvullingen. Dan gaan we nu naar het laatste gedeelte. En dat gaat over de toepassing. En dat gaat dus over de harmonie in spirituele ecosystemen waar we het net over hebben gehad. Op basis van het idee van spirituele ecosystemen binnen spirituele ecosystemen en de feiten die we kunnen waarnemen, kunnen we concluderen dat wij als denkers grote invloed uitoefenen op de denksfeer in onze omgeving. En dat de lagere wezens, als het ware, slaafs onze gedachtenimpulsen volgen wanneer ze door hun kringlopen van wederbelichaming gaan. Wat geldt voor de invloed van het denken van één of meerdere mensen, geldt natuurlijk in nog grotere mate voor de mensheid als geheel. Wij bepalen als mensheid, 8 miljard mensen, de denksfeer van de aarde. En die denksfeer is op te vatten als een wereldomvattend spiritueel ecosysteem. En de lagere wezens volgen daarin dus de impulsen die wij met ons denken daaraan geven. Hoe staat het nu met de kwaliteit van die uitwisseling waar we het net over hadden? Die kan harmonieus zijn, maar ook disharmonieus zijn. Laat het bij voorbaat duidelijk zijn dat het wel relatieve begrippen zijn. Want vanuit welk standpunt oordelen we of iets harmonieus is of disharmonieus? Vanuit een ideaal dierlijk standpunt, menselijk standpunt of ideaal goddelijk standpunt? Daarvan zal die waardering afhangen. Harmonie houdt in dat er sprake is van voldoende overeenstemming in karakteristiek tussen twee of meerdere wezens. Ze zijn als het ware aangepast, afgestemd op elkaar met dezelfde gerichtheid. Denkt u aan een eenvoudig voorbeeld, bijvoorbeeld in het verkeer, aan de files. Als we allemaal met ongeveer dezelfde snelheid rijden, blijft het verkeer stromen. Als er een paar mensen voortdurend optrekken en remmen, dan neemt de chaos snel toe en staat iedereen op een gegeven moment stil. Dan ontstaat er dus disharmonie en onvoldoende overeenstemming tussen al die automobilisten in het rijgedrag. In die voorbeelden noemde ik dat bij de stoffelijke systemen, stoffelijke ecosystemen, harmonie neerkomt op het zo min mogelijk verstoren van de stoffelijke kringloop. Harmonie in het licht van spirituele ecosystemen houdt in dat tegelijkertijd aan twee randvoorwaarden moet worden voldaan. Namelijk harmonieuze uitwisseling horizontaal, dat wil zeggen binnen een bepaald spiritueel ecosysteem. En harmonieuze uitwisseling verticaal, dus tussen verschillende niveaus van spirituele ecosystemen. Denkt u bij de horizontale uitwisseling aan het vraagstuk van alle dag: hoe gaan wij mensen met elkaar om in deze wereld? Hoe werken we respectvol en harmonieus samen? Voor de uitwerking daarvan verwijs ik nog graag een keer naar ons recente vredesnummer dat uitgebracht is via ons tijdschrift Lucifer de Lichtbrenger. Bij de verticale uitwisseling is er sprake van harmonie indien er voldoende overeenstemming is, resonantie is in de bewustzijnskarakteristiek tussen wezens van verschillend bewustzijnsniveau. Concreet, elk wezen helpt elk ander wezen om zich innerlijk te ontplooien. En met betrekking tot die verticale uitwisseling wil ik nog twee voorbeelden geven uit de overleveringen van het oude India. Het eerste voorbeeld is dat als er een hoog ontwikkeld wezen geboren wordt of overlijdt, zoals een Boeddha, dit gepaard kan gaan met een aardbeving. Maar in feite is er bij elke geboorte of overlijden van een mens een effect, alleen zijn die effecten in het algemeen niet merkbaar. En dat is te begrijpen vanuit het idee dat er een schoksgewijze verandering plaatsvindt op aarde in die verticale uitwisseling tussen die verschillende spirituele ecosystemen.
Het tweede voorbeeld is de legende over de grote slang Basuki die de aarde op zijn kop draagt. Het verhaal is dat wanneer de aarde beladen raakt met kwade praktijken, met zelfzuchtige praktijken, de slang zijn kop beweegt. En dat werd dan in dat mythologisch verhaal gezien als de oorzaak van aardbevingen. Nu is het natuurlijk zo dat niet alle aardbevingen ons als mensen raken. Dus je zou het nog wat nauwkeuriger kunnen zeggen. Door ons disharmonieus denken zijn wij op een gegeven moment op de foute plek, op het foute moment, waardoor die aardbeving ons wel raakt. Die legende van die slang verwijst naar het idee dat we geprobeerd hebben aan te geven, namelijk dat er een verband staat tussen de denksfeer die wij als mensen met elkaar opbouwen en de reactie van het spirituele ecosysteem van de aarde waarvan we deel uitmaken. Dat is zeker iets om over na te denken. Wat betekent de aarde gezien als spiritueel ecosysteem nu voor de rol en verantwoordelijkheid van de mens? Vanuit de kennis van de Theosophia kunnen we daar wat meer specifiek in zijn. Zoals eerder gezegd is de samengestelde natuur van elk gemanifesteerde wezen zevenvoudig. En dat geldt ook voor de samengestelde natuur van de stoffelijke bol van onze aarde. En om een idee te hebben van de rol van de verschillende natuurrijken die ik zojuist noemde, die 10 stuks, en hun correspondenties met de verschillende beginselen van bewustzijn van die fysieke bol van de aarde, geeft een van de meesters van wijsheid het volgende aan. Hij zegt dat het plantenrijk in de kiem en het dierenrijk samen het vijfde bewustzijnsbeginsel manas vertegenwoordigen en in feite de stoffelijke intelligentie van de aarde vertegenwoordigen. Dan het mensenrijk. Dat is de aanduiding die hij geeft van het zesde beginsel, het verlichtingsbeginsel, en geeft duidelijk aan wat de rol is van de mens als een moreel kompas voor het leven op deze aarde en de rentmeester van de aarde, om even een Bijbelse term te gebruiken. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het mensenrijk, want de lagere rijken van de natuur kunnen slechts de impulsen van de mens volgen. Op het gebied van ecosystemen zien we dat er interessante ontwikkelingen zijn in de biologie. Ook hier is sprake van een nieuwe wetenschappelijke mentaliteit. Steeds meer dringt het besef door dat samenwerking tussen wezens, in plaats van strijd tussen wezens, een veel belangrijkere rol speelt in ecosystemen dan tot nu toe gedacht. En dat zien we terug in de zogenaamde symbiogenetische theorie van professor James Shapiro en de biologe Lynn Margulis. Op dit moment is in de biologie de overheersende theorie toch nog die wel van het neodarwinisme, die ook beter bekend is als de survival of the fittest. Dat betekent de overleving van de geschiktste, maar vaak geïnterpreteerd wordt als de overleving van de sterkste. Die neo-darwinistische theorie houdt kortweg in dat blinde en toevallige mechanische werkingen in de stof de grondslag zijn voor de variatie in de natuur en voor de evolutie en het ontstaan van soorten. Een andere afleiding van dat neo-darwinisme is dat evolutie wordt geleid door zelfzuchtige overlevingsdrang en gedrag. Maar veel onderzoek van onder andere die biologe Lynn Margulis en die professor James Shapiro laat zien dat samenwerken tussen verschillende soorten
heel fundamenteel is in de evolutie en leidt tot veel betere overlevingskansen van soort. Zoals schimmels en planten die nauw samenwerken en daardoor kunnen floreren. Of menselijke en dierlijke organismen die nauw samenwerken met enorme populaties bacteriën in hun spijsvertering, op hun huid en dergelijke. Shapiro concludeert uit onderzoek dat alle levende cellen cognitief zijn, dat wil zeggen een vermogen hebben om kennis te verwerven, kunnen leren. In zijn werk, genaamd De Symbiotische Aarde, definieert Shapiro cognitie als het kenvermogen als volgt. Het is het kennisvergaren dat gebaseerd is op zintuigelijke informatie. En denkt u daarbij weer aan dat begrip van Plato dat elk levend wezen gekenmerkt wordt door zelfbeweging, dat wil zeggen het vermogen om te ageren en te kunnen reageren op basis van dus die zintuigelijke informatie. Volgens Lynn Margulis is elke mensen, dieren en plantencel een samenwerking van organismen. Ik zal u nu nog wat meer voorbeelden geven van de interactie tussen bewustzijnen van verschillende niveaus met elkaar en met hun omgeving. Het eerste voorbeeld. Dat gaat over de slijmzwam. Een groep Japanse en Britse wetenschappers deed een heel leuk experiment met slijmzwammen. Dat zijn eencellige wezens die geweldige uitlopers kunnen creëren. En u ziet in dit plaatje een petrischaal met aan de rechterkant ziet u zo'n wat geel okerkleurige klomp met allemaal van die uitlopers. Dus dat centrum is de slijmzwam en die kan dus allerlei, zeg maar, kanalen uitlopers creëren om bij zijn voedsel te komen. En ze bedachten een experiment om uit te zoeken hoe efficiënt slijmzwammen zijn in het verzamelen van voedsel. En dat gedrag werd onderzocht door onderzoekers van de Oxford Universiteit en daarmee wonnen ze in 2010 de zogenaamde Ig Nobel Prize, een soort alternatieve Nobelprijs van grappige ontdekkingen. Ze legden hoopjes zwavelvlokken in een opstelling van een patroon. Dat zal ik u in het volgende plaatje laten zien. Ik zal eerst even uitleggen wat u gaat zien. U ziet hier een plaat en u moet boven links in de hoek beginnen bij dat plaatje met een gele stip min of meer in het midden en wat grijze vlakken. En die grijze vlakken, de lichtgrijze vlakken, die geven het landoppervlak weer in vereenvoudigde vorm van de kaart rond de plaats Tokio in Japan. En het donkergrijs, dat is de zee en net onder die gele stip ziet hij de baai van Tokio weergegeven. Die witte stippen, dat zijn de steden rond in de regio rond Tokio. En wat ze gedaan hebben is, op die plaats van die witte stippen, hebben ze korrels gelegd van voedselkorrels. Haverkorrels geloof ik, want dat lusten die zwammen graag. En wat er gebeurt is, je ziet eigenlijk een tijdreeks in die bovenste balk van links naar rechts. En die slijmzwam die gaat dus vanuit dat centrum, wat gelokaliseerd is in deze schaalkaart op de plaats van Tokio. En die gaat een netwerk maken in een tijdsbestek van 26 uur. Om bij die havenkorrels te komen, die dus gepositioneerd zijn op de kaart van de steden rond Tokio. En wat blijkt, dat het netwerk wat die slijmzwam creëert, net zo efficiënt of nog efficiënter is dan het spoornetwerk rond Tokio, om de forensen dus dagelijks van Tokio, vanuit Yokohama, al die steden die daar liggen, naar Tokio toe te treinen. En wiskundigen hebben uitgerekend dat wat die slijmzwam dus doet, dat dat logistiek gezien net nog efficiënter is dan
wat de Japanse spoorwegen hebben aangelegd. Dat is een eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld gaat over de anemoonvis of de clownvis die samenleeft met dat koraal, met die anemoon. En deze vissen hebben die bijzondere eigenschap dat ze geboren worden als mannetje, maar dat als het dominante vrouwtje in de groep overlijdt, dat dan een van die mannetjes dat signaleert en dat hij dus in een zeer korte tijd transformeert naar een vrouwtje en dan die rol van dat dominante vrouwtje overneemt. Met andere woorden, de vissen als vissenwezens zijn dus, ze worden geboren met beide geslachten als in potentie dus mogelijk, maar ze worden als mannetje geboren en ze kunnen dus reageren op een veranderde situatie en dan wordt dat in gang gezet en transformeren. Het derde voorbeeld gaat over giraffen op de steppes of de, in de wildparken in Afrika. En die giraffen die eten van de acaciabomen die je in dit plaatje ziet. En die acaciabomen die hebben een bepaald organisme ontwikkeld. Als die bladeren gegeten worden door de giraffen, dan beginnen ze een chemisch signaal uit een stof uit te zenden. En binnen 30 minuten kan die boom een stof aanmaken die heet tannine, waardoor de bladeren in die boom een giftige smaak krijgen en bitter worden. En het is niet alleen zo dat die bladeren van die boom giftig worden, maar die boom die scheidt een stof af die over kan waaien naar andere bomen, waardoor de bomen in de buurt dus ook het signaal krijgen van giraffes in aantocht. En dus ook al beginnen met die tannine aan te maken, zodat die bladeren niet meer lekker zijn voor die giraf. Die giraffen die hebben geleerd dat die bomen de intelligentie hebben om dit te doen. En die grazen die bomen zodanig af dat ze steeds boven, naar de bovenwindse bomen toe lopen, zodat die bomen nog geen signalen van hun collega-bomen hebben gehad. Zo is er dus een kat-en-muisspel tussen de acaciabomen en die giraffen. Een volgend voorbeeld is wat ik onlangs in de krant ook weer las, dat er in India door een paar wetenschappers een methode is ontwikkeld die erop neerkomt dat je vruchten, maar ook groenten langer goed kunt houden in het Indiase klimaat van meestal boven de 35 graden en een hele hoge vochtigheidsgraad. Anders dan het in een koelkast te bewaren. En dat is dat als je weet voor een bepaalde groente of vrucht welke kruiden er nodig zijn, dan kun je een klein zakje kruiden toevoegen aan die vruchten, zoals hier in dit voorbeeld aan tomaten, waardoor er een bepaalde stof wordt afgescheiden en van in dit geval de tomaten er een signaal van die plantencellen wordt ontvangen, waardoor ze beginnen met de celwanden steviger te maken, waardoor het hele rijpingsproces wordt vertraagd en ook het immuunsysteem wordt geactiveerd, waardoor die tomaten dus veel langer goed blijven zonder dat je een koelkast nodig hebt. Het is dus een levendige interactie tussen levende plantencellen van verschillende soorten, die dus eigenlijk ook weer zien hoe die interactie op bewustzijnsniveau plaatsvindt. Dit was het laatste voorbeeld en ik wil nu het besproken van vanavond even kort samenvatten. We hebben het daarover gehad dat de natuur bestaat uit spirituele ecosystemen binnen spirituele ecosystemen, waarin voortdurend tussen al die levende wezens uitwisseling plaatsvindt, horizontaal en verticaal. De invloed van de mens is duidelijk niet beperkt tot het stoffelijk gebied. In die visie van spirituele ecosystemen houdt in dat de mens ook mentale, spirituele invloed heeft op de vele levende wezens die de aarde samenstellen. En als denkend wezen heeft de mens dus een grote morele verantwoordelijkheid voor het spirituele ecosysteem dat de aarde is. En vanuit dat besef kunnen we gaan zorgen dat we naast harmonie in de stoffelijke kringlopen en ecosystemen
ook de harmonie gaan stimuleren in de spirituele kringlopen en ecosystemen, door te gaan denken vanuit het algemeen belang van alle levende wezens op aarde. Indien de mens zijn verantwoordelijkheid neemt, zullen in de toekomst ziektes en zogenaamde natuurrampen plaatsmaken voor gezondheid en geleidelijke processen in de natuur. En dat is eigenlijk een korte samenvatting van vanavond heb willen delen met u. En dan gaan we nu weer 3 minuten pauzeren om met u opmerkingen of vragen over de avond verder door te nemen. Tot zometeen. Daar zijn we weer. Astrid, zijn er nog vragen binnengekomen? Ja, ik heb nu 2 vragen. Ja. De eerste vraag is inderdaad het behoud van natuurgebieden, zoals beschreven in wat u zei in Montreal. 30% van het natuurgebied van de aarde moet natuurgebied blijven. Ja. Is heel belangrijk. Maar is het niet veel belangrijker om ook onze gedachten over ecosystemen te veranderen? Ja, zeker. Het is zo dat we dat het belang van die biodiversiteit al langere tijd wordt onderkend. Maar we eigenlijk al een beetje afsteven op bijna geen herstel meer mogelijk. Dus vandaar dat iedereen een gevoel van urgentie heeft gekregen en dit Montreal-Kunming-verdrag is geratificeerd. Het inzicht dat we anders moeten gaan landbouw moeten gaan bedrijven en veeteelt, dat is ook wel komende. En daar zijn ook al hele goede ervaringen in opgedaan. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog is er een tijd geweest dat er vooral aan grootschalige teelt van allerlei gewassen gewerkt werd om de wereld te voeden. Maar door die grootschaligheid en de monoculturen werden al die gewassen ook steeds kwetsbaarder, omdat het hele ecosysteem eigenlijk uit balans raakte en er daardoor steeds sneller ziektes konden optreden, die dan wel weer bestreden werden met genetisch gemanipuleerde technieken en dergelijke. Maar het is ook duidelijk geworden door de onderzoeken die bijvoorbeeld hier in Nederland in Wageningen bij de universiteit zijn gedaan, dat als je een veel evenwichtiger teel doet van verschillende gewassen naast elkaar, die wel misschien moeilijker te oogsten zijn, maar die aan de andere kant zoveel voordeel geven vanwege de harmonie en het veel minder snel optreden van allerlei ziektes, dat je daardoor de ecosystemen eigenlijk van een hoger niveau maakt, waardoor het allemaal veel meer in balans blijft. En het denken vanuit dat soort harmonieën, dat is iets wat nog veel verder doorontwikkeld moet worden. Omdat we dan ook met z'n allen beter gaan begrijpen waarom het zo werkt en waarom we dus ook die biodiversiteit nodig hebben. Bijvoorbeeld de insecten om planten te bestuiven en zo, dat weet iedereen wel. Maar dat staat dus op de tocht. En ook die pieken in het concentreren van voedsel, verbouw of intensieve veeteelt op een plek die veel meer produceert dan voor die directe omgeving nodig is om maar voor export dingen te produceren. Dat soort onbalansen die er zijn, daar zou veel meer bewust over nagedacht moeten worden, zodat op kleine en grotere schaal er steeds meer harmonie is, waardoor al die ziektes veel minder optreden en de productie uiteindelijk ook op lange termijn heel duurzaam is en in lokale en regionale behoeftes voorziet, waardoor alles veel meer in balans blijft. En dat is iets waar we wel aan het begin van staan en dat beseffen ze wel, maar dat zou eigenlijk bij veel meer mensen post moeten vatten, zodat ze dat inzicht hebben en dat kinderen dat al aangeleerd krijgen op school, zodat al die duurzaamheidsinitiatieven van lokaal geproduceerd, weinig transport nodig, al die dingen bijdragen om mens, maatschappij en natuur veel meer in harmonie te brengen en daardoor ook die biodiversiteit een enorme boost te geven. Ja, mooi. Ja. De volgende vraag is, kunnen we het totale ecosysteem zien als een gezamenlijk groeielement tot eenheid?
Zeker. Ik denk dat als wij beseffen dat wij op allerlei schaalniveaus eigenlijk deel uitmaken van een spiritueel ecosysteem, invloeden ontvangen, maar ook doorgeven of uit ons laten gaan, dan is het eigenlijk zo dat wij een steeds groter besef van de eenheid van al het leven zullen kunnen krijgen doordat ons inzicht toeneemt, zeker als we proberen er naar te leven, ook in de praktijk, dan zullen we daarin ervaringen op doen en zal onze ontwikkeling steeds meer op een spiraal naar boven gaan, waardoor we steeds beter snappen hoe nou het luistert om met elkaar die balans en die harmonie als het ware met elkaar te creëren, zowel fysiek als met de natuur, de plant- en dierenwereld om ons heen, maar ook maatschappelijk als mensen onderling. Om meer vanuit het gevoel van eenheid, het belang van iedereen dienend en zodanig dat mens, plant en dier allemaal hun eigen eigenschappen kunnen ontwikkelen zoals ze die van nature in zich hebben. De volgende vraag luidt: wanneer ieder wezen bezig is zijn eigen karakteristiek tot uiting te brengen, ja, lijkt het wel dat we echt wijsheid nodig hebben om te weten op welke wijze we hun ontwikkeling niet verstoren. Ja, dat klopt. Want Plato die schetst eigenlijk heel in kort de ideale staat als volgt. Die zegt van elk wezen, elk mens moet eigenlijk zijn eigen talenten die hij van nature heeft tot ontplooi kunnen brengen. En hij moet daarin geholpen worden om die ontwikkeling te kunnen doen. Maar tegelijkertijd heeft elk wezen ook de plicht om zeg maar dat te doen als een bijdrage aan het grotere geheel van de maatschappij. Dus op een dusdanige manier dat andere mensen dat ook kunnen, die ontwikkeling van hun eigen talenten. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van de talenten van de ene mens nooit ten koste mag gaan van de ontwikkeling van de talenten van een andere mens of andere wezens. En dat wil dus zeggen dat je je moet gaan houden aan principes als bescheidenheid, altruïsme, je talenten inbrengen ten behoeve van de ontwikkeling van het grote geheel en de ontwikkeling van anderen en niet ten koste van anderen. Dus je eigen talenten die je hebt, als het ware aanbieden om het geheel vooruit te helpen. En dat is de wijsheid, de praktische wijsheid, waar we ons allemaal in kunnen oefenen om daar meer zicht op te hebben en vooral ook om dat te proberen te leven. Om daar het voorbeeld te zijn, zodat het inspireert en andere mensen daar eigenlijk ook door geraakt worden en dat als een goede stap zien. Ja. Er wordt momenteel ontzettend veel gesproken over duurzaamheid. Ja. Dingen moeten duurzaam zijn. Ja. En daarbij denken we vaak aan de grondstoffen waaruit iets gemaakt is. Maar eigenlijk zouden deze, wat je net zei, dat zou ook in die definitie van duurzaamheid thuis horen. Zeker, zeker. Want duurzaamheid is natuurlijk ook de ontwikkeling van je eigen, de veredeling van je eigen karakter in dit en in volgende levens. Zodanig dat als wij weer als groepen van menselijke wezens reïncarneren in de volgende cultuur, dat die cultuur steeds naar een hoger plan getild kan worden. En daar kunnen we nu al mee beginnen. Maar het is wel zo dat dat proces een continu proces is over verschillende incarnaties heen, om uiteindelijk tot een hele hoogstaande cultuur te komen op de gehele aarde. Ja. En dat is eigenlijk onze, dat zou onze missie op lange termijn en ons beleid over meerdere incarnaties moeten zijn voor ons allemaal. De laatste vraag die we hebben ontvangen, die sluit daar mooi op aan. Dat gaat over klimaatverandering. Ja. Maar de vraagstelster zegt: klimaatverandering schijnt deels los te staan van de milieuvervuiling. Maar het is iets van alle tijden en was ook de reden van het plotse ophouden van de ijstijd. Hoe kijk je hier tegenaan? Ja, daar zijn verschillende ideeën over. Het is zo dat de wetenschap natuurlijk allerlei onderzoekingen heeft gedaan
welke factoren een rol zouden kunnen spelen met de verandering van de gemiddelde temperatuur van de aarde en het aardoppervlak. En ook het komen en gaan van ijstijden en warmere tijden. Want wat eigenlijk de huidige hypothese is, is dat er altijd van die schommelingen zijn geweest. Dat die cyclische bewegingen van veel en weinig ijs er altijd wel zijn geweest. Maar dat de huidige ontwikkeling er is die ten opzichte van die vroegere cycli zo snelle verandering te zien geeft, dat men eigenlijk tot de conclusie gekomen is dat dat alleen maar kan zijn dat hier de invloed van de mens op het niveau van de bol van de aarde de verklarende factor is. En met name de hoeveelheid van de broeikasgassen in de atmosfeer. En broeikas houdt dan in dat, net als dat je een kas in het Westland hebt, dat de straling van de zon als het ware binnenkomt in onze atmosfeer. En net als in een kas eigenlijk zorgt door die gassen die in onze atmosfeer zitten, dus CO2 en methaan en dergelijke, dat daardoor een opwarming plaatsvindt en die warmte niet weg kan. Die effecten die zijn door allerlei onderzoeken zijn vastgesteld dat die zeker optreden. Maar vanuit de Theosophia kunnen we zeggen dat er ook nog andere factoren een rol kunnen spelen die hier zeker ook mee te maken zouden kunnen hebben, maar die meestal niet meegenomen worden. En dat is namelijk het idee dat rond de aarde zich een sfeer bevindt waarin zich ook stof bevindt die door de meesters genoemd wordt het meteorisch continent. Dat is dus een soort van concentrische bolvorm waarin zich stof bevindt rond de sfeer van de aarde op een bepaalde afstand van het aardoppervlak. En dat door de wisselingen in de elektromagnetische stromen in het zonnestelsel die meteorische sfeer soms meer en soms minder aangetrokken wordt tot het aardoppervlak. Mede ook door de invloeden die wij als mensheid in de mentale sfeer bijvoorbeeld op kunnen roepen. En dat is eigenlijk dat verhaal wat ik vertelde over die legende van de slang Besuki. Die ook refereert aan de mentale sfeer die de mens schept als mensheid om een bepaalde kwaliteit van denken te hebben, die uiteindelijk zich doorvertaalt naar lagere sferen, dus de astrale sfeer, die vervolgens weer een invloed heeft op de stoffelijke aarde. En die beïnvloeding van dat meteorisch continent ten opzichte van het aardoppervlak, dat is dus iets wat ook genoemd wordt als een factor die het klimaat en het weer op aarde mede kan bepalen. En die als mentale factor eigenlijk meegenomen zou moeten worden, maar daar heeft de wetenschap nog zich niet in verdiept. Maar dat is wel iets wat in de Theosophia wordt genoemd als een van de factoren die mede ook eigenlijk het klimaat op aarde bepalen. Dus ook een invloed die met de mensheid op aarde te maken heeft en die eigenlijk begint met de beïnvloeding van de mentale sfeer. En die zou ook dus een component zou kunnen zijn, maar die, omdat eigenlijk de gerichtheid van de wetenschap alleen is op de stoffelijk waarneembare dingen, is dat nog niet in het verklarende model meegenomen. En dat zal de tijd leren of daar op een gegeven moment ook een relatie gelegd wordt. Maar dit kan ik wel daaraan toevoegen in ieder geval. En in welke mate heeft dan de omloop van de aarde en de verschuiving van de aardas hier? Ja, dat zijn. De aarde maakt natuurlijk een beweging van 365 en een kwart dag op dit moment rond de zon.
En daarbij maakt de aardas ook nog een wiegende beweging. Eén keer in de ongeveer, wat is het, kleine 26.000 jaar, de precessiebeweging. Dus daar zitten ook allemaal, daar zitten ook wel cyclische bewegingen in. Dat is overigens iets wat in de, die theorieën over die, de opkomst en ondergang van die ijstijden wel meegenomen is. Dat is de zogenaamde Milankovitch-cyclus. Maar dat is een van de factoren die men dus meeneemt, ook in de wetenschap. Die men dus heeft vastgesteld dat die cycliciteit erin zit. En die wel degelijk ook ja, samenhangt met de verschillende bewegingen die de aarde maakt in langere cyclische perioden. In zijn beweging rond de zon. Dus er zijn een heleboel cycli die door elkaar heen lopen en ook paden van invloed die er kunnen zijn en daarvan worden een aantal ja, die worden onderkend en een aantal niet. En met name diegenen die meer op het laten we zeggen, niet-stoffelijke vlak zitten, die we, daar wordt in de Theosophia wel over gesproken, maar die, die zijn nog geen onderwerp van studie in de wetenschap op dit moment. Nou, laten we hopen dat er meer en meer experimenten komen ja. Die daar wel die richting op gaan. Ja, ja, daar zal uiteindelijk zullen daar wel aanknopingspunten gaan komen. Je ziet nu al dat het voorbeeld wat ik genoemd heb van die wetenschappers die dus empirisch hebben vastgesteld dat de bewegingen of de standen, de samenstanden, de conjuncties van bepaalde planeten in het zonnestelsel een hele harde indicator zijn voor het voorspellen van aardbevingen op de zwakke plekken in de aardkorst, dat dat al een stuk kennis is wat eigenlijk er voorheen niet was, maar wat er nu is. En dat er steeds meer aanwijzingen komen dat er nog meer aan de hand moet zijn. Dus dat er een veelvoud aan factoren is, naast de factoren die we al kennen, om te verklaren wat er gebeurt. Ja, mooi. Even kijken hoor, er is nog een vraag binnengekomen. In hoeverre beïnvloeden de mentale denksferen de aarde? En wat bedoel je met die meteor? Meteor, oh, meteor is continent, ja. Ja. Nou ja, ik heb in de, ik heb het nu niet bij me het schema, maar ik heb volgens mij vorige week toen ik sprak over de alchemie, heb ik laten zien dat er, dat de mens, bij de viervoudigheid van de mens, heb ik laten zien dat het denken gericht kan zijn op verschillende niveaus. Het niveau van de stoffelijkheid, het niveau van, laten we zeggen, de emoties en de begeertes en de vitaliteit, het lagere denken, het hogere denken, wat op bovenpersoonlijk denken gericht is, en het eigenlijk het spirituele denken, iets wat, zeg maar, op het laten we zeggen, het onsterfelijke van het leven gericht is. Dus het, je zou het kunnen noemen het stoffelijke, het psychische, het puur mentale en het spirituele denken. En de, het denken van de mens vertaalt zich vervolgens via die verschillende gebieden naar die lagere gebieden, om uiteindelijk effecten te hebben via het een na laagste gebied heb ik al een paar keer genoemd wat het astrale gebied genoemd wordt. Het astrale gebied is in feite het, het laten we kunnen zeggen, het modellichaam van de stoffelijke bol van deze aarde. Dus dat is één gebied onstoffelijker dan onze stoffelijke stof die wij kennen. En via dat gebied kunnen onze mentale impulsen, dus vanuit de mentale sfeer, via dat astrale gebied, uiteindelijk hun werking hebben in deze stoffelijke wereld. En op die manier kunnen er dus bepaalde effecten zijn die wij mentaal veroorzaken en uiteindelijk hier stoffelijke werking hebben, zoals bijvoorbeeld die aardbevingen. Even kijken, en het tweede deel van de opmerking of vraag was? Wat bedoelde je met die meteor? Met die ja, ja die, dat meteorisch continent, meteorisch continent, dus dat is een, laten we zeggen, als dit de bol van de aarde is, dan is er op grote afstand rond de aarde is er een bolvormige, concentrische bol eigenlijk, met een bepaalde afmetingen van hele fijne stoffelijkheid, die bestaat uit meteorenstof, wat uit de ruimte komt.
En wat een soort van. Het is net als bij matroesjepoppetjes. Je hebt dus een kern en daar zit weer iets omheen, wat ook een bolvorm heeft op grotere afstand. En dat meteorisch continent wordt dus afhankelijk van de situatie in het zonnestelsel en het leven op aarde, bijvoorbeeld de mentale sfeer die wij opwerken, wordt meer of minder aangetrokken tot het aardoppervlak, waardoor eigenlijk de hele atmosfeer meer of minder wordt samengeperst. En het effect daarvan is dat de temperatuur hoger of lager wordt in onze atmosfeer. Iets wat in de fysica bekend staat als de wet van Boyle-Gay-Lussac. Dus als je in een fietspomp gaat pompen en je drukt naar beneden, dan wordt door die compressie van de lucht, neemt de temperatuur. Als je fiets oppompt, dan voel je dus dat het warmer wordt. Nou, zo'n soort effect treedt erop. Oké. Okay. Ja, dat waren de vragen. Dat waren de vragen. Ja. Nou, bedankt voor de vragen en de voorbeelden van die u heeft aangereikt, die ook bevestigen wat ik heb verteld. We gaan volgende week starten met een nieuwe serie. En die serie die heet Universele Symbolen, de taal van de ziel. En het start met de eerste lezing op 1 maart met de titel Mythen en sprookjes als realiteit. We gaan deze avond afsluiten met de Gayatri uit de Rig Veda. Dat is een oproep aan ons hoger zelf. En hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons hart en vervul ons denken, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.